Morgen, nieuwe dag, nieuwe vlog. Dank jullie wel voor al jullie lieve felicitaties op Facebook en Messenger en Twitter. En ook heel veel via Instagram op die foto van dat buitengewoon charmante screenshot van de vlog van mij voor alle taarten bij de HEMA. Nou, jullie hebben gezien wat de taarten geworden zijn. En misschien vraag je je af, is er nog over? Ja, er is nog over. En ik kan je zeggen, ik heb het meeste ingevroren. Het meeste natuurlijk, want ja, een stukje carrot cake. Hè, hier met al die kleine stukjes zo. Hè, dat is altijd zo lekker wat er dan overblijft. Dat moet je erbij nemen dan. Hè. Nou, die heb ik natuurlijk nog over. En een heel klein, maar echt een heel klein stukje kersencheesecake. Maar dat is voor morgen. En de rest heb ik allemaal netjes ingevroren, wat er best veel opging. Al moet ik wel zeggen, je kunt het beste je verjaardag houden op een doordeweekse avond. Dat iedereen verder moet werken, of anders moet weggaan of zo, of al ruimschoots gegeten heeft. Want ik moet zeggen, zelfs al, er is geen niemand die een worteltje heeft aangeraakt of een stukje paprika of een stukje komkommer. En het lag er allemaal nog wel zo netjes. Maar, dus dat kun je het beste doen. Nou, vandaag is weer een nieuwe dag. En vanmorgen ben ik bezig voor mijn kerk.nl. En dan gaat het in het verlengde van verjaardag over feestdagen. Ik mag nog een infoblog schrijven over feestdagen. En dat zijn dan de feestdagen kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Andersom natuurlijk, Pasen, Hemelvaart, Kerst. Nee, ik haal ze nou echt allemaal door elkaar. Nou goed, het doen dus heel veel mensen. Die halen ze door elkaar of die weten niet precies waar het voor staat. En wat zijn nou de bijbelverhalen, wat zijn de gedachten, wat betekent het eigenlijk? Er zijn heel veel mensen die googelen, wat is Pinksteren? En we vinden dat we als mijnkerk.nl dan op de eerste pagina moeten komen. En dat we daar een goed verhaal hebben over wat is Pinksteren. Nou, dat vind ik heel leuk om te doen, om een feest uit te leggen. En een Bijbels feest als kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, heeft ook heel vaak heel veel connecties met hoe we leven, met de natuur, met de seizoenen. Dat is niet iets wat we altijd willen weten, omdat we vinden dat tenslotte een christelijk feest is en heeft niks met de natuur te maken. Maar ja, weet je, alles wat we beleven in de natuur en alles wat we beleven in de seizoenen, dat heeft ook met ons leven te maken en waar we op hopen en hoe we ons voelen. Dus het is ook logisch dat je daar aandacht aan besteedt. Nou, dus dat die feesten, ja, dat heeft te maken met ons leven. Nou, daar ga ik proberen een blog over te schrijven. Nou, vanmiddag mag ik met de oudere gemeenteleden van Tilburg mag ik naar de Eendenkooi in Helvoort. Die hebben een soort project, Aandacht voor Elkaar. En dat is hartstikke leuk, want die geven dus aandacht aan ouderen. Ze geven ook aandacht aan elkaar in de zomer. Het viel me altijd op dat oudere activiteiten vaak als eerste stoppen in mei en zo. Terwijl dan de periode begint dat kinderen op vakantie gaan enzovoort. Dus een mooi project. En het is weliswaar niet mijn kerntaak, maar het is leuk om een keer dat mee te maken en de mensen te ontmoeten. Dat staat voor vandaag. En dan morgenochtend de preek. Even kijken voor zondag in Tilburg en wat bezoeken voor Waalwijk. En 's middags geen idee, maar loop vanzelf vol, dat is zo mooi. Hè? Ik wens je een hele fijne dag. Ik ga lekker mijn taartje eten. Een glaasje water erbij. En dan hoop ik dat je een mooie zonnige dag hebt. Tot later. Hoi.